We hebben hier een heel eenvoudige webpagina met wat opmaak. Er zitten twee elementen in en die willen we eigenlijk naast elkaar gecentreerd op de pagina hebben staan. Dat gaan we proberen te realiseren met Flexbox. We gaan eens kijken naar de opmaak in HTML. We zien dat we eigenlijk een body hebben met daarin de twee elementen. Een image en hier een divje. Het enige wat ze met elkaar gemeenschappelijk hebben voor de opmaak is dat ze dezelfde class hebben. Goed. Die gaan we dan vervolgens vormgeven. Dit is al voor een deel gedaan voor de body en voor de class vlak. En voor de tekst in het vlak. Vandaar dat hij de last child selector heeft. Hij is van die tweede laatste. We gaan nu met Flexbox aan de gang. De body is de container en we willen hem midden in de pagina hebben. Die moet dus ook een hoogte hebben. Om dat te realiseren, in dit geval, moeten we zowel de HTML als de body een hoogte geven. En die geven bijvoorbeeld de hoogte 100%. En dan is die net zo hoog als het hele venster. Vervolgens geef ik ook nog even een margin 0, zodat we daar geen elementen in hebben. Dit heeft ook nog padding 0. Zodat we daar mooi kunnen vormgeven. Goed. Dan gaan we vervolgens met de body. Nou, als we met Flexbox werken, moet die body natuurlijk een display flex geven. Je ziet ook meteen wat het effect daarvan is. De elementen krijgen dus dan dezelfde hoogte automatisch. In dit geval is dat vrij lelijk. We kunnen dat natuurlijk ook weer een beetje voorkomen. We gaan hier naar de elementen hier. We kunnen ze zelf een hoogte geven. Bijvoorbeeld hier zo 10 am. Die ligt vast. Maar dan wordt de breedte nog netjes opgevuld. We geven ze ook dat ze in feite niet mogen groeien. Flex to grow is 0. En de shrink is 0. En we geven ze een breedte van die 10 am. En dan zien we hier dat die elementjes zo staan. Dus het is een beetje aan de kleine kant, dus we moeten ze een beetje gaan opgrogen. Dus we gaan hier naar bijvoorbeeld 12 am en hier ook naar 12 am. Dan hebben we hier zo een mooi uitgelijnd gedeelte. Je zou dus ook nog zelfs groter kunnen. Hier bijvoorbeeld naar 14 am, hier naar 14 am. Het is wat je natuurlijk in dit geval zelf prettig vindt. Goed, maar deze twee elementjes die staan hier wel mooi op de pagina. Ze hebben dus ook wel een margin. Dat ze zorgt dat ze niet helemaal tegen de kant aan komen te staan. En ze hebben ook een padding waarwege het witte randje hier rond staat. Maar ze staan nog niet gecentreerd. En dat gaan we nu dus doen. We gaan hier zo naar Justify Content. En die geven we op Center. En het gevolg daarvan is dus dat de elementjes gewoon zo in het midden staan. Het is dan mooi en netjes gecentreerd. We willen ze ook verticaal uitlijnen. En dat is Align Items. En doen we dat ook Center. En op dat moment staan de elementen heel netjes mooi gecentreerd op de pagina. Je zou zeggen van nou dat is dan mooi klaar. Ik zou het ook nog kunnen zeggen van ja maar wat gebeurt er nu als deze wat smaller wordt. Dan zou het toch wenselijk zijn dat ze dan wel onder elkaar schieten. Nou, dat kunnen we dan heel snel doen met FlexWrap. En die geven we wrap mee. En dan zien we dat de elementjes ook onder elkaar schieten. Als de pagina te klein wordt, kunnen de elementjes ook gewoon gezien worden. Zo zie je dat je met een paar regels heel netjes kunt uitlijnen. En als de body dus niet het element is, maar een ander element, dan is het natuurlijk als je het echt in het midden hebt, verticaal ook nodig dat hij een hoogte heeft. Een paar regeltjes dus met Flexbox.